2014 net begonnen. Ja, een goede vraag is dan, wat wordt dit voor jaar voor Edward Gal? Nou, ik hoop in ieder geval dat we naar het WK kunnen. En dat is eigenlijk het belangrijkste voor dit jaar. En dat is augustus. En alles wat we daarvoor gaan doen aan wedstrijden, dat zal in het teken staan van om het beste voor de dag te komen op het WK. Je paard Clocks on the Cover is natuurlijk loopt lekker. Hè? Dat gaat erg goed. Ja. Wat we ons afvragen, heb je ook nog andere paarden waarmee je nog aan het trainen bent? Die je misschien voor de toekomst aan het voorbereiden bent? Ja, ik heb natuurlijk ook nog Clocks Voice, waar ik ook wereldbeker mee heb gereden. En die was in Stockholm was die ook tweede. Dus, maar goed, dit is nou mijn belangrijkste paard. Dus die gaat voor. En ik ga ook nog wel andere wedstrijden ook met Clocks Voice. En ik heb nog een stel jonge paarden, dus paarden genoeg. Ja, dus voor de toekomst zit dat ook goed? Dat hopen we wel, ja. Het lijkt er allemaal goed op, maar goed, het moet eerst allemaal gebeuren. En dat zullen we wel zien. De kuur op muziek hier op Jumping Amsterdam, net achter de rug. Je kwam breedlachend de piste uit. Ja, hij liep, heel veel oefeningen waren heel erg goed, maar hij was een beetje gespannen. Dus ik had echt één pirouette echt kapot. Die heb ik later nog wel een keer overgedaan. Maar in de Grand Prix liep hij gisteren, was hij meer ontspannen. En nu voelde ik toch een beetje meer spanning. Maar goed, daar moet hij ook mee om leren gaan. En het wordt steeds beter. Ik kan nou met deze spanning toch een hele goede proef neerzetten. En dat is natuurlijk wel heel fijn. En een hele hoge score, hè? Ja, dus dat is alleen maar lekker. 2014 staat dus in het teken van het WK. Wanneer kun jij nou tevreden zijn aan het eind van het jaar? Aan het eind van het jaar kan ik tevreden zijn als ik gewoon een fijne proef heb gereden. En het beste eruit heb gehaald wat op dat moment mogelijk is. En dan ben ik tevreden.